En dan de tweede klasse. Antwerp moest vanmiddag naar Tiene. En dat wetende dat Sint-Truiden gelijk gespeeld had tegen Virton. Antwerp kon dus tot op 6 punten van de leider komen. Maar de Great Old kon al 3 uitwedstrijden op rij niet meer winnen. Hier is een kort verslag van Tiene-Antwerp. Antwerp start zwak en Tiene furieus. Na 8 minuten zorgt Thijs met een knappe individuele actie voor de openingstreffer. Ristovic staat aan de grond genageld. 2 minuten later lijkt de wedstrijd al gespeeld. Dufour knalt de 2-0 binnen. De Antwerp-verdediging op zwakke benen. Gedragen door een schitterend publiek toont Antwerp veel veerkracht in de tweede helft. Ken Monge speelt met veel vertrouwen en schiet de aansluitingstreffer binnen. 1-2. Op aangeven van Barsin kan opnieuw Ken Monge de gelijkmaker binnenkoppen. Het blijft 2-2 na een aangename wedstrijd. Een ruimer verslag van deze wedstrijd in onze uitzendingen later op de avond en vannacht.